Ik reed vorig jaar voor een griepprik hier naar het sportcentrum. Oh, en toen werd ik aangereden door een auto op het dubbele fietspad. En ik viel tegen die auto, stuitte eroverheen, kwam met mijn hoofd op de grond. Nou ja, toen was ik in plaats van na een kwartier was ik bijna 6 weken weer thuis. Eerst in een rolstoel en zo. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ben dus weer hier naartoe gegaan, want alles wat ik wel kan meedoen, doe ik mee. En als het niet kan, nou ja. Maar we oefenen gewoon. En we hebben een leuke groep. Ja. Je kunt jezelf zijn hier. We kunnen alles mededelen, wat hoe markeert en wat leeft. Lief en leed. Ja, lief en leed. Ja, ik vind het wel belangrijk ook. Ja. Om dat mede te delen. Dus wat ja, het is ook belangrijk om met z'n allen gewoon zoek te blijven. Ik denk ook dat het op de plek bewegen is. Het is niet hardlopen, niet ringen, niet paardspringen. Dus geen toestellen, maar op de grond. Conditietraining. Bewegen. Conditietraining. Ja. Moet en we zullen soepel blijven. Zeker weten, je moet hard werken. Ja, absoluut. Ja, en je moet het zelf doen. Ja. Anders doet het niet voor jou. Ja, dus zo is dat. Als je het zelf niet doet, dan gaat het over. Het is een hele leuke plek. Ja, zeker. Rieke doet het hartstikke goed. Ja. Alles krijgt een beurt. Ja. De armen, de benen, de heup, de benen. Alles krijgt een beurt. Ik vind haar heel goed. Maar ze is niet alleen de lerares. Ze is gewoon een van ons. Met alles. Ja, ook wat belangstelling betreft voor iedereen zijn partner. Het is gewoon een van ons. Ik vind het top. Ja, mevrouw Bos heel goed. Ja, zeker.